Sometimes they hide in the spoiler as well, eh? You know? Yeah, you heard about it? Yeah. Okay. Op de DFDS Seaways Terminal in Vlaardingen werd onlangs een grote actie gehouden door het Openbaar Ministerie, Douane en Zeehavenpolitie. Vrachtwagens werden extra gecontroleerd en chauffeurs werden ook gewaarschuwd. De actie was namelijk onderdeel van de campagne Integere Haven, die gericht is op het tegengaan van criminele activiteiten. Doel is om mensen die werken in de haven alert te maken op mogelijke signalen van criminaliteit en hen te vragen die te melden. Vrachtwagenchauffeurs zijn natuurlijk ontzettend belangrijk in de hele logistieke keten. Zij brengen de lading naar de Rotterdamse haven toe. Dus denk bijvoorbeeld aan migratieproblematiek. Hè. Ze kunnen geconfronteerd worden met vluchtelingen die aan boord van hun vrachtwagen proberen te komen, die illegaal de oversteek willen maken naar Engeland. Maar ze kunnen ook bijvoorbeeld benaderd worden voor andere criminele feiten, om bijvoorbeeld pakketjes over te brengen of om bepaalde containers van terreinen af te halen. Zij hebben de middelen en zij hebben de kennis van die terreinen, dus om die reden zijn ze erg belangrijk en interessant voor criminelen. Nou ja, meegemaakt dat ze je s'nachts op de stoppen willen brengen of zo, maar voor de rest echt spannende dingen. En ik ben 2 keer beroofd dan in de auto. Om eerlijk te zeggen, ik heb er weinig van gemerkt. Ze spuiten je plat en ze halen je auto leeg en je wordt 's morgens wakker met een beetje misselijk gevoel. En dan ben je alles kwijt. Criminele organisaties verschaffen zich niet alleen toegang tot de haven via chauffeurs, maar ook via havenmedewerkers. Die worden onder druk gezet of moeten in ruil voor geld een oogje toeknijpen. De campagne Integere Haven is er om deze mensen te waarschuwen en biedt de mogelijkheid anoniem aangifte te doen. Onze ervaringen zijn dat sommige mensen best wel iets weten van wat er speelt, maar dat ze het misschien bedreigend vinden om het te melden. Dat ze bang zijn dat hun naam bijvoorbeeld in een dossier van de politie terechtkomt. En dat ze tot nu toe ervoor kozen om het dan niet te melden. Terwijl wij denken, ja, juist dan heb je hele belangrijke informatie. En dan schermen we je identiteit al af. Dus je naam en je gegevens worden niet bekend als je anoniem meldt. De campagne is een initiatief van het Openbaar Ministerie, Zeehavenpolitie, Douane, Delta Links, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijven Rotterdam en Meld Misdaad Anoniem. Ook enkele havenbedrijven waren nauw betrokken bij de totstandkoming. Er is bij collega's is het gebeurd dat er auto's binnenkwamen die zich aanboden als servicedienst. Of bijvoorbeeld als ILNT. En dat je dan, de mensen op de terminal opmerkten van ja, wat vreemd. Dat die combinatie van kleuren en striping is niet conform ILNT, want die kennen wij. En dan wordt daar naar gekeken en dan wordt daar de politie bij gehaald. En dan blijkt het dus ook gewoon dat er mensen zijn die dus op een illegale manier proberen producten te ontvreemden. Ja, dat geven we aan elkaar door. Dat zijn zaken die wel heel erg spelen. De campagne heeft een looptijd van 2 jaar. Gedurende die tijd zullen in en rond de haven verschillende campagneuitingen te zien zijn.